Goedemorgen. Ik zit nu super lekker bij het zwembad van mijn ouders. Van mijn ouders hotel eigenlijk. En ja, ik geniet eigenlijk een beetje van de laatste keren zwemmen. Want we gaan zo nog naar het strand, maar daarna ga ik mijn tattoo laten zetten. En dan mag ik natuurlijk een tijdje niet meer zwemmen en er ook niet mee in de zon. Ik laat hem ook op mijn enkel zetten. Dus laat dat nou een van de plekken zijn die het snelst in het water komen. Dus dat wordt even een beetje balen, maar dat is niet erg. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik was vannacht wel een beetje onrustig. Ik denk dat dat en te maken had met het feit dat ik natuurlijk morgen terug ga naar Nederland. En ook met mijn tattoo. Want ik droomde dat ik een muggenbult had, precies op de plek waar het lijntje van mijn tattoo door moest. Dus ja, dat was een beetje vervelend. Maar goed, er was niks aan de hand toen ik wakker werd. Ik had het allemaal goed ingesmeerd met muggencreme. Dus dat komt helemaal goed. Maar ja, ik ben nog wel een beetje bang dat er straks, weet ik veel, dat hij niest. Of dat hij ergens van schrikt en dat hij dan ineens een krasje maakt. En als dat gebeurt, dan word ik echt gestoord. Geen grapje, dan word ik echt... Ik ben zo perfectionistisch met zulke dingen. Ik heb zo lang over nagedacht of ik überhaupt een tattoo wil. Dus als dat gebeurt, nou, word ik echt heel pissig. Maar goed, het is een hele goede artiest. En ik volg ze al super lang. Nooit gekke dingen gezien. Dus ik hoop dat dat vandaag ook gewoon niet gaat gebeuren. Het is ook echt een kleintje. Dus nou, ik hoop dat het goed komt. En verder, ja, vandaag een beetje chillen. Vanavond gaan we heel lekker eten bij een sushi tentje. Waar iedereen volgens mij heel veel zin in heeft. Dus dat wordt heel lekker. En ja, verder chillen. En morgen natuurlijk super veel inpakken. Heb ik nog helemaal niks ingepakt. Dus er is nog veel werk te verrichten. Dus ik ben heel benieuwd. Niet zoveel zin in vandaag. Of nou ja, niet zoveel zin. Omdat het gewoon de laatste dag is. Maar ook wel weer omdat we wel leuke dingetjes gaan doen. Dus. Ik ben zo zenuwachtig. Ik ben echt zo bang dat hij mislukt. Maar ja, ik hoop het gewoon niet. Anders dan laat ik hem gelijk weer weglezen. Lies laat mooie henna zitten. En mijn moeder, die laat een chichak op haar been. En de naam van mijn vader. Ik ben benieuwd hoe dat wordt. Dat is Nini. Nini heeft toch een henna laten zeggen. Waar je dat niet wel hebben? Ja, waarom? Oh. Mike Zavello! Iedereen heeft wat laten zetten. Ciao! Wat je hier nu ziet is dus echt zo erg. Je ziet daar rechts, zie je dus iets en het lijkt gewoon precies op Red Bull. Maar de prijzen zijn super verschillend. Dat rechts is veel goedkoper, want het is gewoon namaak. Alles kan hier gewoon worden nagemaakt, aangezien de copyright hier niet bestaat. Dit is Red Bull. Kijk het ook al. En dit is, wat is dit? Rating ding. Gewoon één op één hetzelfde. Ik heb net even een appelsapje gehaald. Ik heb namelijk gelezen dat dat dus, als je een tattoo gaat laten zetten, dat dat goed is ofzo, omdat het je bloed verdikt. Ja, hoeveel daar nou van waar is, weet ik ook niet, maar ik vind appelsap ook wel lekker. En ik had er zin in, dus ach. Zoveel kwaad kan het niet. En deze leuke regenboogcake. Yummy, yummy, yummy. Zo, ik sta voor de shop. Ik ben echt aan het trillen als een rietje. Dus ik hoop gewoon dat het goed gaat. En, maar goed, het is echt een heel kleintje. Dus ik denk dat ik over een kwartiertje of zo, ik weet niet hoe snel het gaat, weer buiten sta. Maar oké, okay. Fingers crossed. Wish me luck. Dus we lopen net naar binnen. Wat blijkt er gebeurd te zijn? De stroom is uitgevallen. Dus nu moeten we wachten tot de stroom weer aangaat. Dus ik weet niet, Bali kennende zal dat wel niet mega lang duren. Maar we moeten wel eventjes wachten. Maar ik hoop maar niet dat dit symbool staat voor hoe mijn tattoo gaat worden. Dat zou heel vreselijk zijn.
Ik sta weer buiten en hij is zo super mooi geworden. Ook al is het een kleintje, ik ben er super blij mee. Hij is echt perfect gezet. Hele smooth lijn, geen rare kronkeltjes. Dus echt super, super blij mee. Ik wil hem wel laten zien, maar dat kan niet echt. Dit is hem namelijk. Je kunt dus niet echt wat zien, dus dat komt later. Ik ben zo blij met mijn tattoo en het folie is er nu af, dus ik kan hem nu laten zien. Kijk, dit is heel klein. Nee, wacht. Dit gaat niet werken, opnieuw. Daar is hij. Het is een golf. Zoals je kan zien, hij is echt super klein. Maar ik ben er echt zo blij mee. Ik was zo bang voor trillende streepjes en lelijke randjes. Maar hij is echt gewoon... Ja, ik vind niet snel iets perfect. Maar deze is echt gewoon... De lijnen zijn zo strak. Ik ben hem zo dankbaar. Echt super blij mee. Anyway, we gaan nu super lekker sushi eten bij mijn favoriete sushi tent. Yay. Dus heel veel zin in, heel erg honger. Dus daar gaan we nu naar onderweg. Misschien moet jij ook maar beginnen te vloggen, want volgens mij vind je dat wel wat. Ik film jullie nu. Maar hij is uit, hij doet het echt niet. Kijk, ons leuke sushi plekje. Super gezellig. Oh nee, weer al. Ja. Kip kan je proberen. Nee. Deze vind ik wel lekker. Ja, dit is gewoon kip. Maar lust jij die om... Wat ik ga je koken. Zo. Ik ben weer thuis. En ik heb net even lekker gedoucht. En mijn tattoo ongeveer 20 keer ingesmeerd. Omdat ik bang ben dat er anders iets mis mee gaat. Dus, nou ja zeg. Zal ik je filmen als je dat doet? Nee, dat dacht ik al. Anyway, ik ben nu, ga zo meteen een beetje mijn tas inpakken. En sorry dat de vlog van vandaag zo kort is geworden. Alleen, ik zal woensdag een shopvlog met Bali spulletjes gaan uploaden extra. En dan hebben jullie vrijdag weer een nieuwe video. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!